dat is hier. En zo zweren ze haar net genoeg wetterhoorn, maar ze haar juist te volle wetterhoorn. Dus er zit geen gotje onderin, denk ik. Dus wie zijn die nemen we mij in de camper? Ja. En dan lezen we hem ergens in Zweden weer wel. Ik ga mijn telefoon weer voor jongens, hè? Hier lijn nog in de auto. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ga krek zaken Thomas naar Squallen gebracht. Het is de één na laatste Squallen dag van de band. En ze mochten jullie, ja, hoe heet dat? Een pyjama dag op Squallen. Dus zaken voor een matras mee en een kessen en een tekentje. Nou, maar die hebben ze even zien, helemaal bepakt en bezakt naar Squallen. En in een pyjama, na je pyjama zie ik helle dus. Ja, hij heeft er heel veel zin in. Dat is toch altijd wel leuk, zo'n laatste week. Dan doe je net echt meer squallenwerkding mee, maar gewoon leuke dingen. En we kwamen er van de morgen op squallen. En toen weer er de eindstunt van groep 8. Nou, hij ziet, ze zit ook in groep 8. Dus het is zijn laatste squallen die daar. Ja, hij ziet ze weer, vier maanden toen die buis kwam. Ik ga vier uur van zijn leven echt heel vaak op een post. En hij komt hier eigenlijk nog steeds heel geregeld. Dat zie je hem echt wel. Dus ja, dat viel echt een beetje als mijn eerste zoon, als het ware. Dus dat werd toch echt wel een dingetje. Dat vond ik toch wel geinig dat ik dat zo echt even vielde. Maar ja, liet ze jonkjes weer de grut. En dan ging hij gewoon volgend jaar naar de grutte squallen. Wow. Maar ik ga even een paar foto's maken. Want ze kwamen van de morgen aan. Een trekker met een karre erachter. Daar zitten al groep achters op. En hier ze poeden mijn snoep. En dat strooiden ze zo naar alle oren benta. Dus wel echt heel leuk. Nou, maar je hebt die blerde kapjes maar eens even zien. Zie dan, hier. Ah! Al hier een beetje in de Hawaii-stijl hier ze. Want Saken moest ook nog een zwembroek mee van groep 8. Dus ik had nog een zwembroek en een handdoek in de tas terug. Dus ze zullen wel iets mij wetter dwangen in, denk ik. Maar dat filmpje ik dus. Hier is nog een filmpje. Ja, hier genieten ze, want... ik genieze wat, want ik kreeg haast een snoepketje in mijn hollo. Want ik ging wat mal, maar wel heel leuk. Ilo hier voor de boezen al vol treunen en zagen. Die gingen de boezen vol snoep. Mooi begin van de morgen. Nou, en ze gingen... Tjurjeren. Ja, tjurjeren, boezen vol. En ze gingen het hele squallenplein afsluiten. Mijn hekken en mijn ballontjes en lint en vlagjes. Dus... ja, ik denk dat die Benjoet een hele mooie dag heeft. En dan, morgen is zaken zien echt de laatste squallendij. Maar Joet is een pyjama dag. Ik leuk dat ze films en zo en lekker chillen zo. Nou, wat een heerlijkheid. Van Joet op de planning. Nou, ik zal vast wat tarieënetjes doen voor de vakantie. En wat denk je, zal vast kleersietje. Want dat is wel handig. De campers zit hier gewoon op het heem. Dus ik kan al vast wat dingen erin brengen. Dat wil ik doen. En ik moet aan zijn eerst even om spul van de bissen. Even wat naar je heer en eten. Want in de drie weken dat we op vakantie zijn, zit je in uw huis. Dus dat is super mooi. Die past op uw schoen, op uw kat. En op de geitjes en de hintjes. En op uw huis. Dus dat is gewoon een super fijn idee. Dat er gewoon in die huis is. Dus ja, dat vind ik altijd wel lekker. Dat de beestjes gewoon op hun eigen bureau kennen. Dat Jeske mooi lekker in zijn eigen tuintjebordje kan. En de ondag krijgt hij te verzinnen. Dus, maar dan wordt wel alles op variëerd haar. Dus ik zwaar hier dat oer al extra en een genoeg van is. Dat ze net meer om eten spul uit hoeven. Dus... even om hoenenbrokken, kattenbrokken, biks, heer, strieën. Strieën hak denk ik nog wel genoeg, maar even alles weer bijhelden. Dus dat zie ik eerst aan. En voor de rest doet op de planning zien wat de dag brengt. Een beetje ompelen van de vakantie. Dus zag ze wat. Ik zou zeggen, via het net abonneren en te liken. En ik neem je mee weer mij. Nou, de golfkar is er al. Ik ga nog een tasje, maar wat spul, wat extra bikinietjes en ondergoed. Ik denk dat ik hem mooi bij Beb Klaasje lezen. Want ja, de bende ben je toch heel vaak. En om dat nou voor het voort te smitten, dat hoed ik net, want het past nog wel. Maar dan nou, gaat Beb echt wat als reserve. Dus ik denk, dat neem ik vast mij binnen aan het naar de theater. Dus eerst even op naar de fouragehandel voor bisten, voer en eten. Ontzij is hij. Ontzappoes. Daar gaan we. Oh, achteruit man, hè. Ga ze er het hok heen. Let's go. Zo, scheelt me weg. Hoe gaat ze via te tillen, hoor. Dat is hier. En dat is het waar. Pas krijg. Krijg wat, hoor. Ken ik nooit. Kijk gewoon. Nou, ik ben helemaal al aan. Pas ik er nog niet, maar die moet wat genoeg zitten.
weer op naar de theater toe. Hier hebben we er achterop. Terug de bush. Nou, dat heb je wel. Hallo, jongens. Zijn we nu achter u? Zo, goed laden maar. Alles weer clear, alles op variëerd. Zeker eens even bij de bandjes. Nou, Ilde wordt nog gekregen en bij Beppe blijven. Dat snap ik wel, altijd gezellig bij Beppe. En ik zeg dit nou. Nou, dat is net per se heel mooi. En zo zweren ze haar net genoeg wetter gewoon, maar ze haar juist te volle wetter gewoon. Dus er zit geen godtune erin, denk ik. Dus, nou, die op het terras binnen wel goed, maar dit is ik even leeg scoren. En ik zeg misschien dat hij het achter op het team nog wat leuks had. Want dit is natuurlijk niks. Dit ken je. Dus ik ga lekker even ompielen boeten. Krijg wat. Nou, in de kliko met het spul. Hé, hey, Iske. Hé, vriend. Nee, met volle soeps. Nou, dan maak ik toch nog even naar de winkel verdikken. Maar misschien dat hij wat leuks is. Of wel iets gekleurd. Net gewoon green. Ik zal aan, denk ik even om plantjes of zo. Wat hier is de mij kregen van Beppe? Een fles? En een? Let eens zien, wat is dat? Een speen. Ildo had nooit een speen honger. En nou is toch een speen? Hier we die voor de poppies. Uh-huh. Zullen we de leesjes even nu doen? Ja? Moet je helpen? Lukt het? Krijgt het eruit? Wat zit er in water? Ja. Oh, lekker man. Ruk. Vind je het leuk bij Beppe Bartje? Ja. Wat is die met Famke? Voor mij snoepjes gewoon. Maar de wat? Snoepjes gewoon. Snoepjes gewoon? Ja. Dit haai ziet ze smiet meer? Ja. Ja, dat wil lief. Wat was toen? Hebben we dan een spultje? Of even met een klaai? Wat was toen zin? Met mijn hoed. Met ik een hoed, ja, zeker. Lekker, hè? Ja, beide een hoed, hè? Hoedje op. Doe ik? Dit is weer vernieuwd al, hè? Hier de laatste kocht. Maar Jan. Woehoe. Mag ik hem erop pakken? Maar wat was toen aan? Was toen een spultje aan? Of was toen met de klaar? Of was toen kleur? Ja, waar is toen zin in? Met pinguïn. Met pinguïn? Spultje met een pinguïn? Oké, zie ik die op. Nou, ik heel mooi even een spultje. Dan zal ik vast even wat trotter klingen van de vakantie. Kunnen we dat al je net meer... Oh ja, die let me op zijn shin. Dan kunnen we dat net meer rond dan. En dan werd dat echt net vies. Zo wat. We hier wat voelen in het theater toen. Heel let eens even zien wat hier we voelen. Een happy stone, hè? Die lag in het theater toen en zit Winnie de Poer op mijn hartje. En er staat op. HS Zuid-Laren, RM. Dus wie zijn die? Nemen we mij in de camper. Ja. En dan lezen we hem ergens in Zweden weer wel. Die ik in de camper. Dit speeltje? Wat ik mij in de camper? Dat is een goed idee. Ik heb wat speeltjes met hem in de camper. En wat knutselspeelt, denk ik? Ja. Ja, maar heb ik nog een naaibad. Dat mij nog voor in de camper. Hey, maar dat is een shit. Shit. Hier nog wat. Ik heb hem gekocht. Ja, die heb ik hem gekocht. Zullen we zien wat dat is? Oh, dat is een marker. Er zit kleurplaat in. En stickers. Ja, we hier echt nog een kleurplaat, want waar is haar jidje? We hebben plaatje. En hier jaren dit soort print, hè? Ja. Waar we die aansnijden kleuren. We hebben dus aan een feest. Ja, en dan kunnen we misschien een mooie tekening van Beppe maken. Is dat een goed idee? Dan doen we die aansnijden, maar die ballonsjes en stil, help me die even. Tjennen. Hoedjes op, feesthoedjes. Een taart. Een taartje. Thee en koffie. Yes, oh, een hele grote taart. Dat is even shit. Ik weet niet wat die batterijen maar wilde, hè? Dat is shit. En het mag eigenlijk een beetje chipster wijs als dit is. Maar ze is even shit vier gekomen. Oh jee. Met deze batterij te zien, hè? Nou, maar wij een keer een heid vreetje, oké? Als je hier wat erin. En dan kunnen we het jachtje omhoog. En dan krijgen we al die mooie figuurtjes op de morgen. En wat is batterij te zien? Die had ik net met het hele lids gezien. Ja. Oeh.
Shazana, dat is je. Ik is hier rieden. En dan is dit de brandweerauto's. En dan is dit het hoes. Is dit het hoes in de bron? Oh jee. Hier nog een dwarke van het hoes. Dan kan die de bron blussen. Dus doe de helikopter. Ze weer hebben een tekening uit van Beb. Ja. Is ze er even onder? Is het maar een mooie kleur? Is ze wel even een dingetjesplezietje voor de vakantie? Ja. Is met een sterkers, mooi geel meidje. Een beetje sterkers, is dat? Een meidje taart. Meidje doet het taart, mooi. Ik is het hoor. Nou, goeie duim. Nou, goeie duim. Wauw, dit is wel een heel mooi tekening, Hildau. Ja? Ja, super mooi. Nou jongen, haast met mij al een kleur in, hé. Ik stik hem echt wel leuk, hé. Kijk ik naar een kleur. Hé, hey, een kleur op mijn hand. Wat vind ik, hè? Smeerpoets? Ja, dat is goed. Moest het recht even bij, weet ik wie het denk. Hallo. Hallo. Ik ben je niet. Oh, ik ben een beetje mobiel. Hallo. Lekker rustig, zeg. Moest ik visje. Oh, lekker. Maar visje, hè? Ja, lekker. Jullie al uitnodigd, ik mag maar een bijlje. Ik weet dat hij een weg dat ding heeft. Zal ik mijn auto lezen? Nog maar een keer bijlje. Ik zit samen op zich. Wat nou? Wat is. Oh, mam, is ik geschreven, mam? Nee, even boeken. Nog een keer? Mam? Ja. Die is van. Hoe mam mee pakken? Ja, maak het nog even dit hoor. Dan kunnen we maar een snoprally van Beppe. Wat vind je ervan? Wat vind je ervan? Wat vind je ervan? Gaan mij en Hilde die mooi maken of nee? Ja. Ja. Dan probeer je eens op te rallen. Kist u dat? Ja. Dan trek een touwtje in of zo? Om een tape erop. Touwtje. Ja. Zie je? Ja. Tadaa. Nou, wat Beppe hier, dus nemen we deze mee. Voor Beppe van Hilda. Ja, dat is zo goed? Ja. Nou, en hoe is dat speeltje dan? Ja. Nou, doen we dat. My penguin. En wat helpt hij toch ook van lekkers? Vis. Vis? Oh, lekker man. Boefkoel, baby. Ja. Oh, wat zeg. Vind je dit zo'n leuk speeltje, Hilda? Ja. Ja, dat is een altijd uit. Dan maak ik denk die. Dan gaan we die aan draaien en dan maken we, als er op een witte stiert, witte blokjes door timmeren. Als er op een blauwe stiert, maken we blauwe blokjes door timmeren. En als er op blauw en wit stiert, maakt het niks uit. Maken we blauw en wit. En deze. En de pinguïn. Die mag je net op een groen vallen, hè? Ja. Die moet steen blijven. Ja. Het idee is dat de pinguïn net valt. Dat is wel moeilijk. Dat is wel moeilijk. Dat is een beetje moeilijk. Ze is nog een. Nog een witte. En dan krijgen we beide een hamer. Dan gaan we eerst draaien, hè? Ja. Draai door eens even. Blauw. Maar is het alleen nog de blauwe? Een blauw blokje. Blauw. Dat is wit. Dus je hebt witte blokjes. Witte of blauwe blokjes? Welke worst? Wit. Wit. Nou, welke blokjes bij wit? Maar is het alleen nog op een wit? Dat was maar de punt. Welke is wit? Wit, wit. Nee, dat is blauw. Welke is wit? Ja. Klop je helemaal door. Kom op. Kom op. Voor. Voor. Bam, bam. Haast, 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 haast. Nog een keer. Heel voor. Hoppa. Hoppa. Nog maar nee. Blauw. Ja toch, met toch blauwe blokjes. Ik bedoel, de onderkant is green, hè? Zo'n beetje lastig. Maar die blokjes zijn blauw. Nog maar staan. Die. Oh, dan mag ze een beurt oorslaan. Shit of meer. Zo. Nog maar mee. Doe mee en wit. Ilderwes. Ja, dat is blauw. Oh, de nice, de nice. Ja, die, dat is wit. Gaat ze. Oh, dat is. Ja, met het blauw, met alleen het is blauw. Het van winkel van. Oh nee.
Oh nee! Oh nee! Oh nee! De penguin is vol! Ilde had won! Nee, maar het voelen! Oh, net volle. Oh. Sorry, penguin. Gaat er een serie? Zere poort? Doe erop. Sorry, penguin. Hier prongelok. Als je met de blokjes er nog één keer in, dan loop met mij in de tafel klimaatjes er nog een keer spultje. Dan zit dat dan. Zie je, had nog niks van het vakantje klaar, zag je wat zo. Je bent knapper. Nergens een tamme liedjes, hè? Ja, knapper. Aansparen, dat zo'n bedje lijkt. Ja, knapper. Nou, sla ze eruit. Oh, nee! Ja, kom, nog eens. Gaat ze? Nog een keer? Nou, dan wat Ildo en alleen ze met mijn tafel een klein meisje. Kunnen we dat al praten? Dan doe ik ze er wel even verder in. Dan zo zelf aan in timmeren. Zien we dat wel? Dit is dit zo'n leuk speeltje, meid? Dit is wel lastig. Is het lastig? Ja. Ja? Ja. Oh, de praatje teut wist u, hè? Nee. Ja? Nee. Echt wel? Nee. Ja, echt wel? Nee! Nee? Wat ben je dan? Piratenskip. Bist u een piratenskip? Ja, ja. Julian en Zaken. Julian en Zaken winnen op piratenskip. Dat klopt. Dat is wel leuk. En waar winnen wie dan in? Zielbord van Paken Elke? Ja. Ja. Mas... Ik pak hem zelfs, kut. Ik pak hem. Oh, God, de piraten. Ja, de piraten, want dan moesten we zo bukken, hè? Ja. Ja. Wie wil je een visje? Hier ben ik brudde visje voor. Ik heb mijn telefoon weer voor jongens, hè? Heel lang nog in de auto. Nou, ik zal dit even opredden en ik ga wel lekker vis kieten. Oeh, lekker, lekker. Kom maar, vis. Hoe is toch vis gaan? Nou, maar je met me wel. Hoe zijn je vis? Wat is dan? Die hier wat van. Ja, salm zit erin. Is daar wat van aan? Ja. Nou, delen we het toch. Zullen we dat aan? Ja. Maar je kan even lekker vis kieken. Later. Vis kopen, dat is heerlijk. Ildo lijkt nog in een bedje. En dan ken ik toch nou echt even wat dingetjes vast klaarzitje van de vakantie. Want mij die band er bij ons krijgt, zie ik er niks, hè? En ik vind het echt wel leuk om even mij hun speeltjes erover te knutselen, maar... Ja, dan had ze een hele dag wel thuis, maar dat is eigenlijk net zo vol. Dus ik zal nou correct even, Ildo slipt vaak wel één of twee uur even wat ding van kleersikje inpakken. En dan om 12 uur moet ik zaken voor de squallen hebben. Want ik ga hem vanmorgen natuurlijk bracht met het grote matras. Dus maak net vergeten, want ik ben het net mijn wend, hij komt altijd zelf thuis. Dus dan zit ik die even op, ik ben heel benieuwd hoe een diet hier gewoon had. Dus dat jaren we aanzien. Wat zo, ik zal even op de slag. Much later. Ja. Het om zaken op te halen. Ik ben benieuwd hoe het duurt gewoon had. Much, much later. Nou, ik ben weer thuis. Bepakt en bezakt. Maar zonder zaken. Die woont nog even voetbal in de zon aan te bratsen. Nou, prima. Ik zei, neem ik het spul wel vers mij. En ja, hier geen fiets daar. Maar toevallig wie zien stepte meidje naar de fietsenmaker. Dus ik zei, hel stiep maar even aan en dan komt ze samen thuis. Dus ja, geen zaken. Die vermaakt hem wel. Ik zal dit even opraden en nou, dan Ilde we het aan wil werken. Misschien dat ik mijn Ilde daarna nog even om blompjes geven. Want dat zoek ik nou dan, hè? Naar je blompjesplantje. Sandai rent altijd oor zo je plannen, hè? Eerst dit maar even opraden en dan wacht ze tot Ilde weg is. En zaken had ik tas vol met squallenspul. Heel netjes in de tas, dingen zodat je hem sugar. Check. Al die lekker erin propt. Echte jongens dan, hè? Nou zeg, ga eens even zwemmen. Het viel net weer. Nog een mooi ingevouwen kratje. Ja, ze hebben zeven. Wat zoet wijzen. Zet hier even onder wat Jim denkt dat dit is. Ik hoef van strikken is er. Ah. Vet schattig. Die krijgt even een plakje ervoor, dat vind ik leuk. Onder de recent, denk ik. Van zaken zien we wel heel, heel netjes. Zijn geduld is nooit zo bot. Ik weet net dat de Samat er. Samat? Ik vind het met die zinnen wel heel leuk. Nou, we zijn dus heel druk aan mijn skrulles. En ik moet zeggen, je krijgt er wel wat aardig iets onder. Dat, ja, dat wel vertuttend, zeg maar. Dus het begint er al een beetje te likken. Dat hij gewoon echt geduld docht en zijn tijd ervan neemt. Het is vooral dat er snel kleren mee is en snel ervan afwijzen wil.
Wat er hem echt even erop concentreert, dan is het eigenlijk prima te lezen. Dus, De pauze, de ouders, het applaus. Hij klautert. Oh, de matse, ja. De AU of de OU. Het gebouw. De sausen. Sausen. Het moutje. De zeurkous. Ah ja, dat gaat door het verkoersje lezen. Dat is wel heel leuk. Les neem ik even in die kwam die zaak in de klas. Daar mogen we even bij zitten. Maar dat gaat dus over vakantie lezen. En dan kiest op YouTube kiest het vakantie lezen op ziekje. En dan krijg je echt leuke filmpjes te zien. Dat heel belangrijk is, dat is op vakantie echt terugleest. Dus neem zeker een boek mee op vakantie. En lees net alleen de family te ben ik op vakantie lezen. Dat is echt heel wichtig. Want oors is echt 6 weken lang dat ze net lezen. En dat is toch wel heel belangrijk. Dus misschien gaan we dit zo krijgen, maar check hem eens even. www.youtube.com/@vakantielezen. En ik zou zeggen, neem een paar leuke Friese boeken mee. Want leren ze het Fries kijk lezen en lezen is lezen. Een Fries Nederlands maakt het niks uit. Of dat zei ze eigenlijk, is het een strip of is het een krantje, maakt het niks uit. Lezen. Natuurboekje. 22 september het jeetje, dus er zien jeetje kleurplaat denk ik. En al je verschillende soorten letters en zakenskruin. Superleuk. En dan jongens, ik wist wel een beetje dat ik het kreeg zo. Maar daarom is het nog altijd wel leuk. Ik ben ook haast Jidje. Beppe Klaasje is aan eerst Jidje. Die is 21 juli Jidje. En ik ben 24 juli Jidje. En ik wil heel graag een boek wat mijn squam hem ek hier. En toen vroeg ik haar, wat is de titel? Toen zei ze, nee, net Keepje. Nou ja, toen wist ik het al een beetje. En ik denk dat het Jidje is. Yes. Oh, ik wil zo vrolijk van, hè. Zo. Lopinske van Ilke en Atjan. Een mooie jeetje toch, Inske? Dacht ik al. Ja, ik wil nog heel graag wat lezen voor op vakantie gaan. Want we gaan natuurlijk traaien een hele week op pot. Ja, dan mag ik wel wat te lezen mij, hè? Yes. Lamke. Zit er vol even. Dit is een verhaal over de zee. Over geheimzinnige zeewezens en woeste piraten. Oer het zwarte hoes van de admiraal deed ze van sissen dat er een monster wennet. Oer een Griese vuurtoer op een eiland dat nog krek vast zit om het vaste longen. Oer Lamke, de dochter van de vuurtoerwachter, die alle jongen de 61 treden in de vuurtoer opklimt om het licht om te steken. Oer een stormachtig jongen als de lucifers op binnen en alles misgeert. Maar vooral is het een verhaal oer dapper wezen en meer kennen als het ooit dacht hierst. Heel blij mee. Yes. Dit zal dan dat boek wijzen die ik, waar ik op doelde. Ja. Al mijn moeders. De familiegeschiedenis van analfabeten, armen en arbeiders. Nou, en hoe we hier takaan. Mijn squam hem hier dit boek lezen. En ze zei... het is correct of lees ik over de voorhouden van die heid, dus mijn heid zaken. Ze zei, ik snap heel dan waarom die heid is wat hij is. Hey, mijn heid is een huddenwerker, alles zelf, waar net afhankelijk werden van oor. Ondernemend, oren helpen zonder er wat van waarom te vregen. En ze zei, ja, doet ik dit boek lezen, dan snap ik waar die krieg wijkaam is. En ja... Ik ben wel heel nieuwsgierig hoe zie dat dan shirt en had ik dat er ook in lezen, Kim. Ik zal het even van hem lezen. Behalve dat haar opa en oma er geboren en begraven zijn, wist Anne Terpstra vrijwel niets van de geschiedenis van het Friese dorp Harkema. Totdat een vriendin haar een ontluisterend artikel doorstuurde met de vraag, hier komt jouw familie toch vandaan? Het is het begin van een zoektocht naar de achtergrond van haar voorouders, het dorp en zijn omgeving. Een gebied dat van oudsher berucht is om zijn extreme armoede, inteelt en bevolking van alcoholisten, criminelen, zedelozen en analfabeten. Een plek waar bovendien nog tot halverwege de 20e eeuw mensen in plaggenhutten en verbouwde kippenhokken wonen. Waarom heeft haar familie zo lang in armoede moeten leven? Het antwoord op die vraag blijkt onlosmakend verbonden met de geschiedenis van de veen- en heidegebieden in het oostelijke deel van Friesland, de Wouden. Al mijn moeders is een confronterende familiehistorie over arbeiders, armoede en een gebied waar vooruitgang en welvaart eeuwenlang aan voorbij zijn gegaan. Oh,
Nou ja, ik ben heel benijd. Mijn huid komt inderdaad van Twiesele Heide, die hoeken. En mijn orenkant van de familie van Memha kant komt van de Westreen. Dus al je wel wat in die om jou in. Dus ja, ben je heel blij. Maar check eens even het plaatje, jongens. Dat is toch bijzonder. Dus ja, heel blij mij. Dank Eelke en Natja voor de mooie boeken. Je bent zeker mij op vakantie. Nou jongens, ik sla nog even heel door een plantjes, denk ik, dat hij wekker is. Maar van nu neem ik eerst even afscheid van hem. Het was weer een innoverende dag, maar van alles en nog wat en alles erom weer oors. Maar ik ben tevreden en misschien dat ik nog aan krijg wil in principe nog vers lezen gaan uit mijn nieuwe boek. Ik denk dat ik hiermee begin. Heel blij mij. En zat ik zei, lezen. Dat is heel wichtig, net alleen voor jezelf, maar ook voor de band. Voor lezen, mij hun lezen litten, door het gewoon. Echt heel belangrijk. Hey, ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw tonk omheen. En via het net de chillen te downloaden van je tablet als telefoon. Want een night chat vlog.